een hele interessante methode. En die methode die komt van Theopavitus. En Theopavitus is een van de Britse Dragon's Den gasten. En wat hij doet is hij houdt structureel, houdt hij 20 bedrijven houdt hij in de gaten. En dat zijn dan vaak retailbedrijven. En wat hij doet is hij houdt 20 bedrijven houdt hij al 20, 25 jaar, houdt hij gemiddeld 20 jaar, al 20, 25 jaar houdt hij gemiddeld 20 bedrijven constant in de gaten. Dus hij loopt de winkels binnen, hij checkt hun cijfers, hij kijkt hoe alles gaat, hij houdt de concurrentie in de gaten, hij houdt echt alles in de gaten. En dat zijn altijd retail stores tussen de 100 en de 500 winkels. Dus een keten echt. En van de 20 bedrijven, als jij nu bijvoorbeeld 20 bedrijven per jaar in de gaten zou houden, dan gaat er gemiddeld per jaar wel eentje failliet. Weet je, dat is gewoon de realiteit. Dus een flink percentage bedrijven gaat failliet. En hij houdt gewoon structureel 20 bedrijven in de gaten waarvan hij denkt van oké, die zou ik wel willen overnemen. En vervolgens, en hier zit het leermoment, hij neemt zo'n bedrijf dan over voor eigenlijk heel weinig. Dus een bedrijf dat bijvoorbeeld structureel 10 miljoen per jaar verlies draait. Want het heeft 150 winkels bijvoorbeeld. Hij heeft Lacenza heeft hij bijvoorbeeld overgenomen. Dat is een lingeriemerk. En volgens mij is dit het voorbeeld, maar het kan ook een ander voorbeeld zijn. Dat het per jaar 10 miljoen verlies draait. Nou, dat hou je niet lang vol natuurlijk. Had 150 winkels. En hij wacht tot het failliet gaat. En vervolgens komt hij erin stappen. En dan mag je een doorstart maken. Dus hij kan goedkoop, kan hij ineens een bedrijf met 150 winkels kan hij overnemen. Maar als je een doorstart maakt, dan heb je in feite blanco kaarten. Dan mag je in feite doen en laten wat je wil. Als je gewoon 150 winkels hebt, dan mag je niet zomaar iedereen ontslaan bijvoorbeeld of winkels sluiten. Dan zit je met allemaal verschillende contracten en zo. Maar als je een doorstart maakt, dan kun je eigenlijk doen en laten wat je wil. En wat hij dan doet, is heel simpel. Hoe ga je van 10 miljoen verlies per jaar naar 10 miljoen winst per jaar? Heel simpel. Wat hij doet, hij kijkt, oké, ik heb 150 bedrijven, 150 winkels heb ik. Van die 150 winkels zijn 60 winkels die verlies draaien. En het enige wat ik doe is delete, delete, delete. 60 winkels weg, houdt hij 90 winkels over. En die verliesleidende bedrijven, die zijn er dus uit. Houdt hij 90 winkels over. En vervolgens kijkt hij, wat gebeurt er in deze winkels? Waar zit 80% van mijn omzet? En dat is altijd natuurlijk in 20% van je producten. Dus vervolgens schrapt hij 80% van al die producten die eigenlijk te weinig omzet draaien. En de producten die goed lopen, krijgen meer ruimte. En zo gaat hij meestal binnen een jaar, twee jaar, gaat hij van een bedrijf dat 10 miljoen verlies draait, naar een kleinere bedrijf dat 10 miljoen winst draait. En dat is de way to go wanneer je een bedrijf snel succesvol wil gaan maken. Dus de vraag die ik kreeg was, hoe maak je een bedrijf heel snel winstgevend? Dit is voor mij echt de way to go. Blijf clean. Dus blijf clean en mean, dus clean en lean, zeg maar, dus slank. Niet van alles en nog, maar gewoon een aantal dingen en doe die heel erg goed. Let op je kosten en ga op je marges zitten. Ga echt gewoon marges creëren. En hetgeen wat niet werkt, stop daarmee. En de dingen die goed werken, ga daarmee all out. En dan kun je heel snel een clean, lean money machine creëren.